De Lyouter Rietscommissie kwam de juiste Jong net uit. en ligt het onder de gemeente Rioer. Die vergadert pas op 20 juni voor de garantstelling. En dekken Ares net op waartje. De club maakt hem uiterlijk Joe het voor een nieuwe competitie Ares neemt een mij wel een risico. Ja, maar dat risico hebben we gisteravond afgedekt. Voor onszelf ook als bestuur. We hebben gezegd van, nou moeten we doen, moeten we niet doen. Maar we hebben heel veel vertrouwen in, uh, in de gemeente en ook in de gemeenteraad. Ik bedoel, de, 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 de lichten staan op een beetje groen, zoals wij het al hebben gezegd. Dus hebben we gezegd, ja, we kunnen nog niet meer wachten. Dus wij uh, we gaan. In de tussentijd zal de basketbalclub voorzichtig opereren, Maarten. We zullen nu nog niet, uh, voor, voor, oh, tussen nu en twee weken, nog geen buitenlandse spelers gaan aannemen, bij wijze van spreken. Daar kunnen we nog mee wachten. Dat kunnen we ook in juli nog doen. Uh, andere dingen moet je wel opzetten. Ik bedoel, je zal toch wel uh, een Nederlandse spelerscontract moeten geven, want anders worden weggehaald door andere clubs. Dus dat zijn, dat zijn verbindingen die je legt.